Oké, dit is dus het. Even kijken, moet ik spieken wat voor deel dit nou is. Volgens mij zitten we al op deel 10. En moet ik even spieken hoor. Kijken, dit is dus deel. Oh nee, 9 is het. Ik dacht dat we al op 10 zaten. Oké, deel 9. Tekst. Tekst plaatsen. Nou, we hebben daarnet plaatjes gedaan. Eigenlijk is het heel makkelijk, want als je tekst kunt plaatsen en je kunt plaatjes plaatsen, dan heb je eigenlijk al een website. Want laten we eerlijk zijn, als we de website eigenlijk afbreken naar de simpele elementen, zullen we zeggen, is het eigenlijk gewoon tekst en plaatjes. Ja, en er zit natuurlijk wel wat omheen om het op de goede plek te krijgen, maar tekst en plaatjes is eigenlijk wat je ziet. Nou ja, je hebt dan nog wel een filmpje misschien, of een Google Maps, maar Google Maps is eigenlijk ook gewoon tekst en plaatjes, hè. Het is alleen wat technischer en interactiever, maar het komt eigenlijk gewoon neer op tekst en plaatjes. Nou, dus als we nu tekst gaan plaatsen, dan gaan we al steeds meer ja, richting onze einddoel, zullen we zeggen. En dat is dus onze website. Nou. Wat hierna nog komt, is denk ik nog navigatie. En ja, dat is het eigenlijk wel. Nou, tekst erin plaatsen is eigenlijk ook vrij eenvoudig. We hebben al tekst geplaatst, hè, in onze site. Dat is je misschien ontgaan, maar we hebben hier dus gewoon tekst staan, hè. En tekst is eigenlijk gewoon iets heel grappigs, want als je dan niks aan doet, dan heeft hij dus ook een standaard eigenschap en dat is dus gewoon een x aantal pixels groot zijn. Times New Roman, dat is het lettertype wat hij gebruikt dan. En je hebt dus ja, eigenlijk die mensen die de browsers hebben ontwikkeld, dus Chrome, Safari, Internet Explorer. Firefox, Opera, al die browsers, dat is gewoon een standaard afspraak. We hebben gewoon in onze softwarepakketten hebben we gewoon standaard regel een aantal fonts erin staan. Dat is wel makkelijk, want dan, ja, als je dus een aantal fonts hebt die gewoon standaard erin staan, dan hoef je daar niet druk over te maken. Zo ziet het er altijd bij iedereen hetzelfde uit. Nou, Times New Roman is duidelijk dus een van die fonts, want anders zou die hem dus niet laten zien nu. En er zijn er nog een aantal van. Je kunt dat gewoon googlen. Het heet gewoon Web Safe Font. Of fonts. En die Web Safe Fonts, dat is dus die lijst eigenlijk die ze hebben gereserveerd. En ik heb hier bijvoorbeeld Common Fonts to All Versions of Windows en Mac Equivalents. En ik zal die er eens even bij halen, dan kun je het ook zien. Het duurt eventjes. Nou, dan krijg je dus een lijst te zien. Even naar beneden scrollen. Beetje langzaam internet hier. En dit is dus die lijst. Nou, daar zitten best wel aardige fonts in. Arial is een vrij veel gebruikte font. Arial Black. Comic Sans. Nou ja, ik zou hem niet zo snel gebruiken. Maar ja, je kunt het natuurlijk altijd gebruiken als je dat wil. Maar Comic Sans heeft dan wel een beetje een nonchalante, ja, look. Kan bijvoorbeeld voor een kinderdagverblijf of zo perfect werken. Maar de meeste sites gaan ze geen Comic Sans gebruiken. Courier New, Georgia. En je ziet ook dat de zwarte zijn eigenlijk de Windows-versies en de blauwe zijn Mac-fonts. En bij sommige is dat dus gewoon hetzelfde. En bij sommige zijn er ook alternatieven die je kan aanpakken, bijvoorbeeld Helvetica. Nou, dat zijn er een aantal. Niet echt heel veel. Die symbols is ook wel heel erg aardig, maar ja, wat moet je er in godsnaam mee? Ja, hier zitten bijvoorbeeld ook hartjes in en dat soort dingen, dus als je die ooit wil gebruiken, nou, joepie. Maar goed, dit is dus wel een lijst. Als je die gebruikt, dan weet je zeker dat het altijd goed gaat bij alle browsers. Want
Het kan soms zijn dat je het idee hebt van, nou, ik heb dus een font gedownload ergens bij een fontpagina waar je gratis fonts kon downloaden. En die wil ik gewoon eigenlijk gebruiken. Nou, dan is het dus best wel vervelend, want je upload je site straks, dus eigenlijk alles wat hier staat, met de plaatjes en de HTML en de style sheet, maar het font niet. Dus als jij gewoon een bepaald, ja, weet ik veel, lettertype hebt gedownload, de, ja, weet ik veel, de Wereld Draait Door font of zo, weet ik veel. Nou, die heb je gedownload, die heb je geïnstalleerd op je computer en jij voegt hem toe aan jouw style sheet straks. En warempel, je ziet dus de Wereld Draait Door lettertype terugkomen in jouw site. Nou, je denkt alles is goed, we gaan de spulletjes uploaden. Wat is nu echter het geval? Andere mensen die dus naar jouw website toe gaan, en dat kan echt over de hele wereld zijn, is de kans vrij klein dat ze de Wereld Draait Door font hebben gedownload en geïnstalleerd op hun computer. Nou, wat krijgen ze dan te zien standaard? Dat is dus die Times New Roman weer. Als hij dus niet begrijpt, weet je wel, een font wat jij hebt aangegeven, en hij is niet op een of andere manier dus technisch gelinkt of zo, of dat je daar iets mee speciaals hebt gedaan, dan snapt hij daar helemaal niks van. Dan laat hij het wel bij jou zien, omdat hij weet van, hé, dit is dus een font wat ik hier nog wel terug kan vinden in deze computer, maar bij andere computers waar hij dus niet kan vinden, dan gaat hij dus naar die Times New Roman. Nou, dat wil je dus echt niet, want Times New Roman, hoe mooi lettertype het ook is, vaak wijkt het heel erg af van het font wat jij gebruikt, wat je wil gebruiken, wat je hebt gedownload. Dus de makkelijke manier eigenlijk om fonts te definiëren is dus eigenlijk gewoon die WebC fonts gebruiken. Ik zal in deze basiscursus eigenlijk ook gewoon alleen deze fonts gebruiken. Er zit een kleine uitzondering in. Die staat niet hier op die lijst, maar die kun je wel met een gerust hart gebruiken. En dat is de Arial Narrow. Die staat hier niet tussen, maar mijn ervaring is zo dat die eigenlijk overal ook al op staat. Nou, dan heb je hier in het grijs staat hier nog een fontfamilie, een sans serif. Dat wil zeggen dat het een schreefloze letter is. Voor mensen die niet typografie hebben gehad, schreefloze letters zijn letters dus zonder schreven, streepjes. Je hebt dus bijvoorbeeld ook serif letters en dat zijn dus bijvoorbeeld de Times New Roman. En als je goed kijkt naar het lettertype, dan zie je dus ook dat er dus van die pootjes aan de onderkant en de bovenkant zitten. En je ziet het dus ook terugkomen hier bij de Palatino. En je ziet ook bij Lucidia Sans dat het dus een sans serif is, want hij heeft geen schreef. Dat is een schreefloze letter. Dus sans serif staat voor schreefloos. Serif staat voor schreefletters, dus die hebben wel streepjes. En dan heb je nog wat uitzonderingen, bijvoorbeeld monospace. Maar eigenlijk is deze bijvoorbeeld wel weer een schreefletter. En je hebt hier een monospace, ook Lucida Console. En die is schreefloos. Dus wat precies monospace ja, betekent, is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Maar dit is eigenlijk een soort backup. Als hij en de PC-versie, de Windows-versie en de Mac-versie niet kan inladen, dan switcht hij dus over naar die schreefloos of schreefletter. Zo kun je het eigenlijk wel onthouden. Schreefloze letters zijn zonder streepjes, schreefletters zijn met streepjes. Nou, heel de uitleg over typografie. We gaan het nu eigenlijk in praktijk brengen. En ik ga gewoon beginnen met bovenaan. Als je in onze pagina kijkt, zie je dus ook een hele grote tekst. Staat er ook letterlijk hè, le in het Engels: Your big text here. En je kunt het eigenlijk wel vergelijken met een krant. Een website. Meestal met een krant is bovenaan ook van die dikke chocoladeletters. Dat is eigenlijk je grootste kop. Zo noemen ze dat, hè, koptekst. En dan eigenlijk meestal in kleine letters. Dus het zijn meestal deze bijvoorbeeld. Dan staat er dus een kleine uitleg bij en dan lees meer op pagina 3 bijvoorbeeld. Nou, dat heb je dus ook met een subkop. Dus een subkop is dus eigenlijk net een tikkie kleiner of een stuk kleiner, dat kan ook. En die zijn dan voor de minder belangrijke
berichten op jouw pagina. Nou, minder belangrijk klinkt heel zwaar, want deze zal ook best belangrijk zijn. Maar het meeste gewicht hangt toch eigenlijk aan die allergrootste kop. Dan heb je dus koppen, subkoppen, sub-subkoppen en die worden dan weer wat kleiner. En dit noemen ze eigenlijk paragraaftekst. Dat is eigenlijk de naam voor de kleine letters die je eigenlijk ook wel ziet in een krant bijvoorbeeld, bij een artikel. Als je grote lappen tekst hebt, meestal het kleinste lettertype. En daar staat dus, dat is dus paragraaftekst. Nu hebben ze dat eigenlijk met de websites eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Oh, volgens mij heb ik nu per ongeluk... Oh nee, ik dacht dat ik per ongeluk iets had veranderd in ons ontwerp. Nu heb je dat dus in een website dus ook. Ze hebben dat dus onderverdeeld in een paar onderdelen. Die koppen die hebben ze dus subkop en subsubkop. En zo heb je er volgens mij nog zes gradaties van. Die hebben ze dus gemaakt. En een kop heet ook wel in het Engelse head. En de afkorting daarvan is een H. En dat is ook het element wat we gaan gebruiken. Een H1 voor onze grootste kop. Een subkop, die heet een H2. En je kunt wel raden hoe dat verder gaat. Een sub-subkop is een H3. Een sub-sub-subkop is een H4. En je hebt nog een H5 en een H6. Volgens mij zijn dat de hoeveelheden gradaties. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je eigenlijk zo... Ja, zoveel verschillende gradaties nodig hebt voor je hiërarchie in je pagina. Maar goed, stel dat je dat nodig hebt, hey, dan heb je die ter beschikking. De kleinste tekst, dus wat ik ook al refereerde naar paragraaftekst, is dus ook gewoon paragraaftekst. Er is er maar één van. Paragraaftekst is dus ook bedoeld dat dat dus gewoon de leesbare lettertype is voor grote teksten door de hele pagina door. Dus overal waar grote vlakke tekst staan, dat is paragraaftekst en de afkorting daarvan is P. Nu heb je bij koppen een H1, een H2, H3, H4, H5, H6. Nu heb je bij paragraaf, heb je dat dus niet. Je paragraaf heeft dus maar één ding en dat is dus de P. Dus ga niet P1, P2, P3, want dat gaat niet goed komen. Dat werkt dus niet. Nou, we gaan het eigenlijk in praktijk brengen. We gaan eigenlijk naar die grote introtekst hier. En ik ga de tekst gewoon even kopiëren. Ik pak mijn teksttool hier. En let op mijn teksttool. Het is nu met een vierkantje. Als je er overheen gaat, dan verandert die dus gewoon naar zo'n streepje. En dan kun je dus spulletjes kopiëren, dus ik doe gewoon Ctrl C of Command V of C voor de Mac gebruikers en ik ga naar mijn tekst en dan plak ik dus gewoon de tekst in grote introtekst, want dat is het vlak waar ik dus mijn tekst wil hebben. Nou, dan zet ik vervolgens die H1 omheen en zoals we al meerdere dingen hebben gedaan hier zo, het is een element. En het opent en sluit. Dus je ziet het ook hier met een slash weer, H1. En als ik nou refresh, dan zie je dus ook meteen dat Your Big Text hier vrij groot erin staat. Vet gedrukt. Dat is ook standaard bij zo'n H1. En al die andere H2, H3, H4, H5 en 6 ook. Die zijn allemaal vet gedrukt. En die heeft ook wat witruimte. En dat is allemaal standaard. Dus... Hij heeft ook een Times New Roman, hè, dat is ook standaard. En Google, dat is wel een leuke bijkomstigheid, die kijkt ook gewoon naar de hiërarchie van jouw tekst. Dus als het H1 is, dan ziet hij dat ook als belangrijkste tekst op die pagina. Dus voor je vindbaarheid is dat dan wel fijn als je dus bijvoorbeeld op je contactpagina van... Hey, contact, weet je wel, erin neerzet, dan kan Google ook zien van, hey, dit is dus een contactpagina. Ik heb dus de wat kleinere tekst gekopieerd en geplakt. En dan maak ik dus paragraaftekst van. En even kijken. Ik ga nu gewoon alle tekst gewoon uit dit document kopiëren en erin plakken.
Dus dit is mijn subkop, Sam Heller. En die staat in mijn twee kolommen tekst. H2 is dit dan ook, dat is een subkop, hè. En dan ga je ook meteen zien hier straks wat het verschil is tussen die twee. Je ziet ook dat die kleiner is dan onze H1. Dus daar zit ook al standaard een hiërarchie in. En in mijn twee kolom tekst, er zitten dus twee kolommen tekst in. Maar ik heb gewoon fake tekst erin gezet. Je ziet het hier al, lorem ipsum tekst. En die gaan we nou gewoon erin plakken. Dus ik klik dit ding weer aan. Kopiëren. En ik plak hem voor het gemak twee keer. En ik zet die paragraaf tag eromheen. Het paragraaf element. Dus dat is dus dat driehoekig haakje P. Driehoekig haakje sluiten. En vergeet niet die paragraaf ook weer af te sluiten, hè, mensen. Want dat wordt nogal eens vaak vergeten als er heel veel tekst staat. Van, oh ja, dan moet ik hier nog afsluiten. En dat is niet handig. Oké, dus hebben we nu een grote lap tekst. En even kijken. Waar hebben we nog meer tekst staan? Ja, hier. In onze NAW-blokje, zal ik maar zeggen. Dus ik zal die ook even kopiëren. Dat is bij je footer, NAW-gegevens, plakken we dat neer. En je ziet hier dat ik trouwens niet alles heb gekopieerd. Dus your street name. Dat hier dus wel spaties tussen zitten. Hè? Dus, of een wit regel. Dus hier staat your street name en dan dat streepje. En vervolgens staat de volgende regel, regel 65. Het telefoonnummer en het e-mailadres. Ik zal hem even op code zetten, dan kun je het beter zien. Nou, dit correspondeert exact met wat we hier hebben staan. Hè? Twee regels. Nou zou je denken, dat komt allemaal goed. Als ik dit nou ga bekijken in mijn browser. Nou, dan zie je dus hier al your back tekst hier. Hier de wat kleinere tekst. Hier is some header. Hier staat dus gewoon mijn grote lab tekst. Die er een beetje uit komt steken. Ik weet niet, dat komt waarschijnlijk door die witruimte hier. En daar maken we ons wel niet druk over. Maar je ziet hier waar het eigenlijk om ging. Your street name. En daar stond mijn postcode. Of ja, niet mijn postcode, maar gewoon een postcode. En dit zou eigenlijk naar de tweede regel moeten gaan. Hoe kan het nou dat ik hier wel een enter heb zitten, maar je neemt hem niet mee? Nou, dat is dus eigenlijk van de code. Als we hier dus een witregel tussen zetten, dan maakt HTML het eigenlijk geen ene moer uit eigenlijk. Want die vindt het allemaal prima en negeert die witruimtes. En dat is dus eigenlijk hier ook. Zo'n witregel negeert die gewoon. Dus hij ziet gewoon eigenlijk dit. Even kijken, zo. Nou, dat willen we dus niet. Dus hoe krijgen we nou naar de volgende regel? Dan moet je er een break tussen zetten. Dus break kun je het makkelijkste doen. In Dreamweaver tenminste. Als je shift inhoudt volgens mij en enter duwt. Dan plaatst hij voor jou de code neer. BR. En dat staat voor break. Hij zet er ook een witregel bij. Die haal ik weer weg. En nou die break er staat. Moet je goed opletten hier bij dat ding als ik hem vers. Dan zal dit stukje zal naar de volgende regel gaan. Dus even kijken. Ja, dit klopt. Nou ja, dit springt dus ook naar de volgende regel. Omdat het er blijkbaar niet naast past. Maar het komt ook omdat wij nog niet de lettertype grootte aan hebben gegeven en een ander font. Oké, dus we gaan terug. Dan hebben we dus die 1/3 kolom eigenlijk nog wat we nog moeten invullen. Maar dat ga ik zo meteen doen. Dat is eigenlijk een los stukje. Maar wat je nu ziet eigenlijk is dat het gewoon wel gevuld is, maar het ziet er nog niet hetzelfde uit als hier. Dat komt gewoon omdat we onze spullen nog niet hebben gesteld in onze stylesheet. Nou, we kijken hier bij onze kop.
En je ziet dus dat het een Arial Narrow is, dus die gaan we ook gebruiken. Je ziet dat het 55,07 punten is. Nou, we moeten straks maten aangeven in pixels. En er bestaan dus geen comma getallen in pixels. Je hebt gewoon of een hele pixel of geen. Dus we ronden dit af naar 55 pixels. Je kunt het gewoon onthouden. Punten kun je gewoon letterlijk overnemen naar pixels. Dat komt heel dicht in de buurt. Dus we gaan eigenlijk de... Wat we eerst gaan doen is eigenlijk gewoon de paragraaftekst. Dat is misschien al het slimste om te doen. De paragraaftekst eigenlijk stijlen, want dat is het eerste wat we doen over de hele pagina. En dat is een Arial, normaal, regular dus, 12 punten. Nou, dan gaan we dus eerst... En dat kun je heel makkelijk aangeven in je body. Als je in je body aangeeft dat de meeste tekst gewoon... Die zich zo gedraagt, dus de paragraaftekst, neem ik aan dat het de meeste tekst is op je pagina, kun je aangeven dus, oké, ik wil een fontfamilie. Dus je typt fontfamilie. En je ziet hier dus een rits van fonts die je kunt gebruiken, en dat zijn dus eigenlijk die Web-safe fonts waar ik het over heb gehad. Dreamweaver heeft dus die lijst gewoon voor je klaarstaan. Nou, zie je ook elke keer dat er dus comma's tussen staan en dat er dus eigenlijk nog een font staat en die sans serif of serif. Nou, ik zal gewoon de Arial pakken, want dat is het eigenlijk ook wat we gaan gebruiken. Je kunt het dus eigenlijk ook gewoon zien als een soort backup systeem, hè? Heb je geen Arial, gebruik dan Helvetica. Heb je geen Helvetica, gebruik dan een sans serif. En sans serif is eigenlijk gewoon een aanduiding van, maak daar gewoon een schreefloze letter van. Dus dat is echt zo'n backup systeem. Nou, hartstikke handig. Nou, we moeten ook een fontgrootte aangeven. Font size. En ik meende dat het 12 pixels was. Ik ga dat even controleren. In mijn Photoshop document. 12 punten, 12 pixels. Oké. Dus dit zit goed. En ik had ook een donkerblauwe kleur gebruikt voor mijn, ja, zo goed als alle tekst. Dus ik zet hier ook gewoon... De kleur, die kopieer ik. En die zet ik dus ook in mijn body neer. Nou zou je denken, het moet font color zijn. Maar op een of andere rare manier hebben ze dus gekozen voor color. Ik weet ook niet waarom, maar ja, dat is dus gewoon de kleur aangeven van je font. Nou, even dit weghalen en vervangen met je... kleur die je hebt gekozen. Vergeet nooit dat het met een hekje moet beginnen. Hè? Het is een hexadecimaal kleur. En die kleur dat is eigenlijk een opdeling van drie kleuren. Rood, groen en blauw. Dat zijn eigenlijk de onderdelen. Zo is ook je beeldscherm opgebouwd. Rood, groen en blauw. En daar maakt hij dus alle kleuren mee. En als we dit als opslaan, dan zullen we zien dat eigenlijk de meeste tekst gaat veranderen in die Arial, in die kleur en de korpsgrootte. Dus je gaat nu ook zien dat dit hier past. Nou, dat is hartstikke mooi. Even kijken hier. Nou, dit klopt ook wel. En hij heeft ook zelfs de normale tekst, dus die ik niet heb aangegeven van een paragraaftekst of wat anders, heeft hij dus ook aangepast naar het juiste font wat ik wil gebruiken als default. Nou, hartstikke fijn. Maar nu moet ik dus de kopjes aangeven. En zoals ik al hier had gebruikt. Even naar boven scrollen. Mijn grootste kop, dat is een H1. En die H1, die kunnen we dus ook stijlen. Dus we kunnen hier zeggen van oké, onder de body zet ik gewoon een nieuw ding neer. En dat is H1. En let goed op, hè. Ik zeg gewoon alle H1's in alle pagina's, overal, moet zich hetzelfde gedragen. Dat is ook wel vrij logisch, want je wilt het eigenlijk al uniform houden. En je ziet dat het is eigenlijk ook gewoon een element aanroepen, zonder dat je dus die class maakt of een ID. Dus zonder dat je dus een puntje of een hekje neerzet. Daar roep je dus eigenlijk gewoon alle H1's mee aan. Nou. Daar gaan we dus een nieuwe fontfamilie aangeven. En die overschrijft eigenlijk gewoon de standaard, zullen we zeggen. De Arial Helvetica.
Nu kies ik toch voor die Arial Helvetica, omdat ik het een beetje lui ben om te typen. En dan zet ik hier tussen de aanhalingstekens Arial Narrow. Zo. Je ziet ook nou dat hij groen is geworden. Dat komt omdat hij tussen aanhalingstekens staat. Maar dat is niet erg, want dat moet ook. Even kijken, ik ga kijken hoe groot mijn Arial Narrow was. Volgens mij was dat 55. Ja, 55. Font size 55 pixels. De kleur is hetzelfde, dus daar hoef ik niks aan te doen. Even kijken hoe dit eruit ziet. Nou, het ziet er prima uit. Er zitten alleen een paar probleempjes. We hebben een gigantische witruimte aan de bovenkant en aan de onderkant. En dat wil ik eigenlijk weg hebben. Nou, we hebben al weten hoe we witruimte aan de buitenkant kunnen creëren. Dat zie je hier, hè. En we weten dus ook hoe we dat kunnen uitzetten. Nou, dat werkt bij een tekst gewoon precies hetzelfde. Je kunt bij de H1 zeggen van oké, ik wil margin. Dat is witruimte aan de buitenkant, hè, zoals we een twee hoofdstukken terug of drie hoofdstukken terug hebben behandeld. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels. En dat betekent dus 0 aan de bovenkant, 0 aan de rechterkant, 0 aan de onderkant en 0 aan de linkerkant. Als ik dit nou doe, dan zul je zien dat de witruimte hier zal verdwijnen. Nou, er is nog een beetje witruimte. Nu gaan we de paragraaf ook nog wat stijlen. Even kijken, ik pak hier paragraaf tekst. Dus dat is P. Je kunt het ook terugzien hier, hè. Kijk, hier P. En even kijken, ik pak hier dus gewoon de standaard paragraaf tekst. Even kijken hier. En ik wil hier nog wat kleine dingetjes aangeven, want ik heb hier ook lijnhoogte aangegeven, 18 punten, dus 18 pixels, en dat kunnen we in onze stylesheet ook doen. Dus als ik in mijn stylesheet hier zet van het volgende, line height, en ik maak daar 18 pixels van, dan zal die dus ook de lijnhoogte tussen de regels door, zal die 18 pixels maken. Nu staat de tekst vrij dicht op elkaar. Nu doe ik een refresh en ziet dat er dus wat meer witruimte is ontstaan tussen de twee. Nou, hartstikke mooi. Wat we ook kunnen doen, en dat zie je in mijn ontwerp ook, dat al mijn kopjes allemaal kapitalen zijn. Dat kun je ook in de stylesheet zetten. Dus ik ga bij de H1 weer even klikken. En ik zeg het volgende tekst. Transform. Je zit even kijken hier. En ik zeg alles moet naar uppercase. En in principe kunnen we nou de H2 ook doen. Dat is mijn subkop. En die moet een aantal dingen overnemen. Dus eigenlijk bijna alles. Behalve pixelformaat van hoe groot die is, want dat moet niet 55 zijn, maar even kijken. Even erop klikken. Ja, 21,85, daar maak ik 22 van. Dus 22. En wat me ook is opgevallen, nu ik daarnaar keek, is dat mijn Arial Narrow niet vet gedrukt is. Dus ik kan dat ook uitzetten. En dat doe je dus door middel van font weight, het gewicht van de font. En er staan een hoop getallen, maar die kun je even voorlopig gewoon vergeten. Je hebt eigenlijk maar met twee te doen: bold, dat is dus vet gedrukt, of normal. Nou, we willen de H2 naar normal zetten. En dan hebben we dus die uppercase erin gezet. En dat die dus hier niet vet gedrukt is. En dan ziet hij er dus zo uit. Nou, dat komt goed overeen. Die lijnhoogte,
Kunnen we, ik zie trouwens dat die lijnhoogte wel klopt. Kunnen we misschien ook kijken als we dat kleine stukje witruimte wat we hier hebben ook nog kunnen resetten bij de kopjes. Dus als ik bij het kopje een line height geef van line height, ja, wat zal het zijn? 40 pixels of zo. Kijken wat dat doet. Ik weet niet als het werkt hoor. Ja, dan gaat hij er precies boven tegenaan staan. En dat is prima, want dat wil ik ook. Nou, dan kan ik eigenlijk, waar dus gewoon echte tekst in staat, kunnen we dus weer de achtergrondkleur eruit halen. Nou, dat ga ik dus nu ook doen. Dus bij de big text, even kijken, grote intro tekst, haal ik de achtergrondkleur weg. Bij, even kijken, twee koloms tekst haal ik de achtergrondkleur weg. En even kijken. NAW-gegevens haal ik ook de achtergrondkleur weg. 7. Kijken hoe dit eruit ziet. Ja, het begint al aardig ergens op te lijken. Hartstikke mooi. Oeh. Ik zie trouwens hier dat de tekst gewoon bijna verdwenen is. Dat komt omdat de tekst nu dezelfde kleur heeft als dit vlak. En deze tekst en de tekst hierboven, die wijkt ook al aardig af van de paragraaftekst. Dus we moeten daar ook een alternatief voor bieden. Nou, dat kunnen we dus doen door middel van bovenaan. Even kijken. Dat is dus grote intro tekst. Kun je ook zeggen van oké, ik kopieer grote intro tekst. Dus dit stukje in de stylesheet. Ik plak dit, ik sluit het weer af. En ik plaats hier een spatie en een P. En wat ik dan eigenlijk hier letterlijk zeg, is gewoon in grote intro tekst vlak of wat het ook is. Alle paragrafen die daarin staan, moeten een bepaalde eigenschap meekrijgen. En dat wordt overschreven van het origineel. Dus als het origineel een bepaalde eigenschap heeft en jij zet er dan nog een nieuwe neer, dan wordt dat dus overschreven. Nou, ik ga dus hier kijken wat hier precies gaande is met deze paragraaftekst. En deze paragraaftekst is ook gewoon groter. Hij heeft een hogere tekst line height, dus 1424. Dan kan ik dat gewoon overschrijven. Dus ik ga weer naar beneden toe naar grote intro tekst spatie P. En ik zet hier bijvoorbeeld in plaats van 12, volgens mij is het nou font size 14 pixels. En de line height is dus 24 pixels. Ik ga ook even kijken. Hij heeft ook die Arial Narrow die hij gebruikt. Dus ik ga daar ook even kopiëren en plakken vanuit die H2. Dat scheelt me wat typen. Pak ik die daar ook neer. Hij heeft ook allemaal kapitalen. Dus ik zeg tekst transform. Uppercase. Bij text transforms kun je ook alles naar undercase doen en je kunt capitalize doen. En capitalized is eigenlijk gewoon elk woord wat erin staat, begint met een hoofdletter dan. Ik weet niet wanneer je dat gebruikt, maar filmtitels of zo heb je dat. Maar verder heb je dat volgens mij nergens. Oké, dus dat hebben we erin gezet. En als het goed is, nou, ja, nou klopt dit ook met wat ik hier heb staan. Even kijken. Hij is wel volgens mij wat verder gedrukt. Dus ik zet ook de font weight. Font weight. Het gewicht van de font kun je het ook wel noemen op bold. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, misschien dat ik het toch op eruit haal. Ik denk dat het mooier is. Maar je ziet dus dat de tekst dus gewoon automatisch vet gedrukt wordt.
Ja, nu moeten we dus eigenlijk in de footer moeten we nog aangeven dat de tekst normaal gewoon, want in de footer is hij dus donkere achtergrond en we hadden al gezien dat de tekst dan gewoon wegvalt. Die moet dus standaard wit zijn volgens mij. Even kijken, is dit wit? Ja, dit is hartstikke wit. Dus ik kan zeggen, oké, alle tekst in footer, die moet dus wit zijn. Dus ik kan naar footer toe gaan. En hier bijzetten, color. Dat is hoe je het aanduidt van tekst. Color. En je kunt hier mooi een kleurtje prikken. En dat is in dit geval wit. En je ziet het nu met drie dingen genoteerd. En dat houdt eigenlijk in dat als het eigenlijk dit is. Dus FF. Dan kun je het ook nog kortje noteren. Dan haal je gewoon die weg. Eens even kijken hoe dit werkt. Ja, de tekst is nu te zien. En dat ziet er netjes uit. Nu is het zo dat ik hier in deze tekst ook een aantal stukjes groene tekst had staan. En dat is dus het laatste stuk van wat we gaan behandelen van fonts. Je kunt dus ook stukjes aanpassen. En in dit geval is het dus kleur. Maar je kunt dus ook gewoon bijvoorbeeld zeggen van nou oké, hier ergens in de tekst moet gewoon stukjes groter zijn. Maar in dit geval hebben we dus gewoon gekozen voor een kleur. Wat we dus doen, is die kleur even prikken. Dat is deze kleur, die ga ik kopiëren. En wat we aanmaken, bovenaan, is een nieuwe klas. En die class, dat is dus met een puntje, die heet groen. Nou ja, lijkt me vrij van de hand liggend, want we willen dus dat die groen wordt. En dan zetten we in color. Ik prik weer even een kleurtje om dat hekje niet te hoeven typen. Echt heel erg makkelijk in dit. Ik sluit hem ook weer af, hè. Niet vergeten om hem af te sluiten altijd. Gekruld haakje, hè. En nu hebben we dus die class aangemaakt. En nu wil ik dus eigenlijk een stukje tekst hier bovenaan. Bij grote intro tekst wil ik dus groen hebben. Ik ga nu niet echt precies kijken welk stukje tekst het is in mijn ontwerp, want het is toch fake tekst. Maar stel dat ik dus bijvoorbeeld dit stukje groen wil hebben, dan zet ik er dus voor een span. En een span is dus met een N, niet met een M, zoals je wat je altijd krijgt met je mail. Maar gewoon met een N en je sluit hem weer af. Nu is dit gewoon een soort stukje die het dan eigenlijk omcirkelt, zullen we zeggen, of groepeert. Echter is zo dat hier natuurlijk nog geen class op zit, wat aangeeft dat het dus groen moet zijn. Dus ik zet hier een spatie neer, class. En hier zie je hem bijstaan, groen hè. Die hebben we aangemaakt. En die span is wel fijn, want die heeft verder helemaal geen eigenschappen dat hij zich dus witruimte toe-eigent. Nou, nu die eigenlijk groen is, vind ik hem eigenlijk bijna niet leesbaar op die achtergrondkleur. Dus ik maak hem dan ook vet gedrukt. Dus bij groen zeg ik ook font weight bold. Ik kan het ook typen, hè? Gaat sneller. Even kijken. En dan wordt hij dus bold. Nou, dat ziet er op zich prima uit. En ik wil dat gewoon op verschillende plekken terug laten komen. Ik kan zelfs gewoon één letter van een woord, kan ik gewoon groen maken als ik wil. En nu we dat al een keer hebben gesteld, dat ik gewoon één letter van hoofdletter hier wil hebben als groene kleur. En onthoud goed, hè, de kleur is natuurlijk nu gekozen, maar we kunnen dus ook kiezen voor, ja, grotere letter of dat die cursief moet staan of weet ik veel wat. Nou, je ziet dus dat ik die V van Vivamus heb ik dus nu gewoon omringd met die span. Ik heb er geen spaties tussen gezet, want dan zorgt ervoor dat die gewoon er tegenaan blijft staan. En als ik nu ga kijken, dan zie je dus bij, ik weet niet, hier staat Vivamus, dat de eerste letter nu gewoon groen is geworden. Nou,
Je kunt hem dus neerzetten waar je dus wil, hè. Als ik dus nu dit verschuif en ik zet hem hier neer, dan zijn er dus twee woorden die dus groen zijn. Zo werkt dat. Dus dat is een span. En een span kun je dus ook aangeven voor een andere fontfamilie als je dat zou willen. Fontfamilie. Even kijken, Courier bijvoorbeeld. Nou, dan gaat hij dus ook de font aanpassen. Zie je dat? Dan wordt het dus ook. Dus je kunt daar alles inzetten wat je maar wil. Nou, in ons geval is het dus gewoon alleen de kleur. En hij overschrijft dus gewoon wat hij dus al heeft. Nou, dit was dus eigenlijk fonts. En ja, dan hebben we eigenlijk tekst en plaatjes behandeld. Vorige hoofdstuk plaatjes en nu tekst. En in principe, we zijn nog één ding vergeten. Hier, deze was eigenlijk twee kolommen tekst. Nu is er bij CSS3 een optie dat je dus kunt aangeven dat dit twee kolommen tekst moet zijn. Ik vergeet die code altijd. Wat het precies is. Ik onthoud ook niet alles. En ik zoek meestal altijd op css3generator.com. Wat de code precies is. Dat is best wel een makkelijke site. css3generator.com. En als het goed is krijg je dus een keuzemenu. En dan kun je kiezen wat je wil doen in CSS3. Er zitten best wel aardige dingen in. Afgeronde hoekjes. Schaduws achter boxjes. Tekstschaduws. En wat wij willen is multiple columns. Dus meerdere kolommen. Klik daarop. Even wachten. Als het goed is moet daar dan iets tevoorschijn komen. Dat doet hij dus niet. Even kijken. Multiple columns. Volgens mij heb ik mijn internetverbinding gaat een beetje traag. Even refreshen misschien. Hij is nog aan het laden. En als ik nu iets kies. Ja, daar is die. Nou, ik kies dus uit twee kolommen met een gap van 10 pixels. En dan heb je hier dus die hele code staan. En die kun je dus gewoon kopiëren. Als je hier op dat klappertje klikt, dan heeft hij hem dus gekopieerd. En dan ga ik dus hierheen. En dan ga ik naar twee kolommen tekst. Kijk, wat staat hier ergens hier. En dan plak ik die code gewoon neer. En je ziet ook wel dat er best wel een hoop verschillende codes staat. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat bij elke browser het goed doet. Dus als ik nou save en ik ga kijken. Dan is onze tekst ook in twee gesplitst. Nu zie ik wel dat er nog iets niet helemaal goed gaat. Je ziet dus dat de tekst verspringt. En dat komt omdat we dat eigenlijk op de paragraaftekst moeten zetten. Dus ik zet deze even eentje lager. En ik typ dit even weer over. Twee kolommen tekst. Spatie P. Want dat is mijn paragraaftekst. En dan doet hij dus alleen de paragraaftekst in twee kolommen neerzetten. In plaats van ook mijn header mee te tellen. Dus als ik dit nou doe, dan krijg ik dus wat ik wil. En dat is dus mijn paragraaftekst over twee kolommen gespreid. Nou, hartstikke handig. Nou, dan hebben we dus eigenlijk wel een beetje alles gehad wat we kunnen doen. En dan gaan we straks naar het volgende hoofdstuk. In het volgende hoofdstuk zal ik ook gewoon gaan aanhalen hoe je dus eigenlijk die onderverdeling hier nog in kunt maken. Want we hebben nou divjes hier gemaakt. Even kijken. Deze. 1 derde kolom nummer 1, 1 derde kolom nummer 2 enzovoort. Maar hier moet toch eigenlijk nog wat onderverdeling in komen. Bijvoorbeeld plaatjes en tekst en een header. Dus dat ga ik in het volgende hoofdstuk behandelen. Oké, nou.